Ja, ik ben helemaal excited. Excited. Hoi. Hoi. Welkom bij weer een nieuwe video. Ik en Robin zijn onderweg. Nou ja, we gaan zo onderweg, want we staan nog stil, zoals je ziet. We hebben net de trailer gepakt. Want wat gaan we vandaag doen, Robin? We gaan met Maisara naar Bianca Schoenmaker. Ja, we gaan afreizen naar, waar was het ook alweer? Oud-Gastel. Oh ja, Oud-Gastel gaan we naartoe. En dan gaan we daar springen. Eigenlijk dus Brabant voor... toch, niet Limburg? Dan gaan we springen. We gaan zo naar Oud-Gastel toe. Dan gaan we voor het eerst met Maisara op ander terrein oefenen. Daar staat ook een parcours in de bak. Maar het is vooral eerst even om te kijken hoe het is op ander terrein. En mochten we eraan toe zijn om een paar sprongetjes te nemen, dan laten we ons daarin leiden door Bianca. Ja, dat is wel de bedoeling. Let's go! Doei! Doei. Dag. Kijken waar je naartoe gaat, handen voor je houden en altijd meegaan, hè? Goed zo. Kijk. Niet te veel veranderen. Prima. En door, laat even weer ritme kijken. Ritme kijken. Dat je niet helemaal te laat gaat remmen. Super, jongen. Heel goed. Ga maar door, ga maar door. Handen voor je houden. Super gereden. Top. We zijn terug van Bianca. Het ging heel goed. Dat heb ik bij Bianca gedaan. Ja, ging lekker springen. En nou, was voor de eerste keer op ander terrein. En ze deed het eigenlijk heel goed. Zo voor de eerste keer was dit een hele positieve ervaring. We hebben wat sprongetjes gedaan met deze heel knap. En ja, ze keek eigenlijk nergens van op. Het was vooral dat ze meer met andere dingen bezig was dan met het rijden. Dus ja. Het is maandagavond en nog even lekker een chill rondje op Justy rijden. Het is echt mega koud. Dus we stappen lekker in. Met de therapiedeken ligt een beetje scheef, dus die ga ik even weg recht trekken. Koud, 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 koud. Ik heb heerlijk gereden op Justy. Lekker een beetje overgangetjes gereden. Niet heel... Moeilijk hebben we vandaag gedacht. Vooral lekker veel overgangetjes, tempowisselingetjes. Veel schijnovergangetjes, dus haast naar de stap. En dan weer naar voren, of haast naar het halt houden, dan weer naar voren. En een beetje stap- en galopovergang oefent. Daar worden we een groot sterke meid van. En ik moet zeggen, eigenlijk met rijden valt het wel mee hoe koud het is. Ik ben lekker opgewarmd. Goedemiddag! Nou ja, ik zou zeggen welkom vanaf Puist. Planet Puist. Het is niet normaal wat er dus gebeurt. Ze zeggen dus van chocola krijg je geen puisten, maar... Zij hebt zoveel pestzooi gegeten. Goed, maar daar ging het natuurlijk niet over. Ik zit met mijn lieftallige zuster. Wij zijn onderweg om bij een paard te gaan kijken. Om te gaan trainen en om eventueel voor de helft dan te kopen. Ja, helemaal leuk. Ik heb er echt super veel zin in. We hebben filmpjes en foto's gezien van hoe die nu is. Ja, ik ben helemaal excited. Excited. Ja, helemaal leuk. Ik heb er ook echt heel veel zin in. Dus ik, als het natuurlijk allemaal doorgaat, dan gaan we natuurlijk even stukjes laten zien. Als gaat het allemaal niet door, ja, dan kunnen we natuurlijk dat ook niet laten zien. Nee. Ja, leuk hè dan. Tot straks. Thank you.
tijdstip om te gaan rijden naar huis. Want het is een dikke, dikke file. Maar goed, we hebben het voorover gehad, hè Daan? Ja. Het is echt een heel leuk paard. Heel. Ik ben very excited. Yes, me too. Het is leuk dat we jou horen en niet zien. De volgende stappen zijn dat we even de röntgenfoto's gaan laten controleren. En als die goed zijn, ja, dan komt hij naar ons toe. Dus dat is echt super leuk. Yay! Goedemorgen, het is dinsdagochtend en ik ben op stal. Het is vandaag een drukke dag. En dan niet zo heel zeer met de paarden, maar met allemaal andere leuke dingen. Ik ben nu helemaal in pak 1. Vandaag is Floor bij ons op stal van de Go Social. En gaan we als het goed is een contract tekenen voor een samenwerking. En we hebben een nieuwe samenwerking. En die komen vandaag ook bij ons even op stal langs. We zijn hier met Bianca van de Flexinap. En Bianca, wat is het? Nou, de Flexinap is een vernevelaar voor paarden. En die kun je gebruiken bij paarden met luchtwegproblemen. Oké, nou we zijn heel benieuwd. We gaan unboxen denk ik, hè? Laten we eens even zien. En voor jullie speciaal een hele mooie roze. Ja, dat wilden we nou net niet. Dit is het. Oh, cool zeg. Achter de oren. En nou moet hij. Kijk maar, nou trekt hij hem leeg. Zie je dat? Oh ja. Nou komt hij vol. En dan is je weer leeg, zie je dat? Ja. Ik denk echt, wat is dit? Ik ben benieuwd met die immuun. Het is weer tijd om te sporten, dinsdagavond. En Daan komt ook een half uurtje sporten voor het eerst weer. Dus dat is natuurlijk helemaal leuk. En ik zal er een paar stukjes filmen aan het zweten ben. Back to work again! We zijn weer... proberen fit te worden. Kijk, die Steven even lekker gaan. En ik lekker op de fiets. Rustig aan. Weer wat doen. Kijken waar mijn lichaam toe in staat is. Daar is de man die ons weer fit gaat maken. Hallo allemaal. Ja, die moet ik eigenlijk doen, maar... Oké, okay. Het is ondertussen alweer 9:30. Ik ben net terug van het sporten. Ik was vorige week niet helemaal lekker. Zo even weer inkomen nu, maar ik moet zeggen, het ging uiteindelijk best wel lekker. Ik ben echt super benieuwd naar die samenwerking met die Flexinap. Ik kijk er echt naar uit wat dat voor Cas gaat doen. Want ik hoor er echt goede verhalen over. Ook over paarden die rustig worden. Of zeker voor de wedstrijd om nog te optimaliseren. Zeker Cas loopt natuurlijk op het hoogste niveau. Dus ja, dan... Al zou het maar 1 of 2% bijdragen, dat is natuurlijk best een groot verschil. Of je 65% of 66-67%, dat is natuurlijk gewoon of je vijfde bent of dat je tweede of eerste bent. Dus ja, ik heb er echt heel veel zin in, ook voor de jonge paarden. Dus we gaan jullie daar zeker van op de hoogte houden. Morgen ga ik hem eigenlijk alweer gebruiken. Ja, superleuk. Echt heel veel zin in. Ik ga lekker slapen en dan ga ik jullie morgen weer meenemen. Dan morgen weer een hele leuke, drukke dag. Goedemorgen, het is woensdagochtend. Gisteravond ben ik weer voor het eerst wezen sporten. Nou ja, sporten kunnen het misschien niet echt noemen. Het was vooral aanwezig zijn bij het sporten van Steef. Ik vond het wel heel leuk om weer even lekker in de sportschool te zijn. Ik heb lekker gefietst. Ik heb een aantal oefeningen van Steef... Sorry. Ik heb een aantal oefeningen van Steef gewoon meegedaan. Totdat ik voelde dat ik... er last van kreeg. Dus bij de ene oefening waren dat misschien 5 en bij de andere oefening maar 2. Maar ik heb vooral lekker een beetje gefietst na iedere oefening. Dat ik eigenlijk mijn conditie weer een beetje eerst aan de gang help voordat ik weer heel erg mijn spieren ga trainen. Ik voel me nu op zich best goed voordat ik gisteren eigenlijk weer en de paarden heb gereden en naar de sportschool ben geweest. Dus ik denk dat ik dat dan begin. Zo 1 keer in de week en dan kijken of ik daarna dat weer ietsje kan uitbreiden. Naar ook weer meer krachttraining. En misschien naar 2 keer in de week. Oké, nou willen jullie even lachen? Ik ga jullie eerst even vertellen. Deze jas met bont, dit is nep bont. Je moet niet denken dat ik een vorstje om mijn nek heb hangen. Rebecca,
heeft zojuist krullen in mijn haar gemaakt. Want morgen hebben we een kerstfotoshoot. En ik wil heel graag krullen, maar ik heb heel veel haar. En redelijk, niet heel zwaar, maar wel redelijk zwaar haar. Dus met krultang is zeg maar het haar al na de krul al na een half uur uit mijn haar. Ik zit te trillen, ik heb het koud. Dus nu hebben we twinkels. En daar ga ik vannacht ook mee slapen en morgen de paarden mee rijden. Hopen dat dat blijft zitten. Ik ga nu in ieder geval majoortje longeren. Hoi, je past niet op de camera. En de deur open. Zaterdag! Hoi! Hoi! Nou, we hebben lekker alvast eventjes gepoetst. Het is nu tijd om op te zadelen. Nou, Justy is helemaal klaar voor. Nu komt het moment suprême. Dus het moment om te kijken of ik mijn cap opkrijg. Ik dacht eigenlijk nu, ik heb natuurlijk helemaal opgezadeld. En misschien pas ik mijn cap wel helemaal niet, dus kan ik helemaal niet eens rijden. Ik zal het in eerste instantie even laten zien hoe het eruit ziet. Kijk. Dat is dus mijn kapsel op het moment. Ik heb het dus verstopt nu in een capuchon, zodat ik niet te erg voor lul loop. Want dat doe je natuurlijk wel nu. En dan trek ik hem een beetje zo overheen en dan trek ik dit een beetje aan. En dan ziet niemand dat ik krulspelden in mijn haar heb. Of twingles heet het. Nou, daar komt het moment. Dat gaat dus niet. Kijk, hier zit natuurlijk een hele goede nekband. Maar die... gaat natuurlijk niet naar beneden. Dus niet zo. Ja, weet je. Even de planning voor vandaag met rijden. We hebben dan natuurlijk vanmiddag fotoshoot. We hoeven als het goed is niet te rijden. Nee, dat weet ik eigenlijk zeker, want we gaan een kerstdecor maken voor de foto's. En maandag gaan we iets, maandag gaan we iets heel leuks doen. We gaan 2 dagen naar Bastiaan de Recht. Dus ik met Just en Steve met Cas gaan we 2 leerzame les-clinic-dagen bij Bas doen. Dus daar heb ik echt heel veel zin in. Maar wat is hier de bedoeling? Doen we allebei apart en dan gewoon samen en dan gewoon... Kijk ons is leuk staan in onze glimjurk. Ik vind het zo wel leuk staan. Dan ga je dan een beetje die kant op kijken en je hebt daar een beetje zo... Om hem... Tom down daar. Fit te krijgen. Maar ik vind het nog steeds niet super cool. Fotoshoot zit erop. De krullen, zoals je ziet, hebben mijn haar verlaten. Mijn make-up is er weer lekker vanaf. Het was een hele leuke fotoshoot. Ik hoop dat hele mooie foto's uitkomen. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. Vergeet niet te liken en te abonneren. En hoop ik jullie volgende week weer te zien. Doei!